Ja, vrienden. Ja. Dat is wat, zeg. Wat een avond, hè. Wat een voetbalavond. En ik ben echt gewoon heel erg... hoe moet ik dat nou zeggen? Ik ben gewoon een beetje verdrietig. En een beetje aangeslagen. Door het geheel. Ja. Ja. Wat 8-2. Ik bedoel, geloof je het? 8-2. En Barcelona, ja, zo'n club. Maar vooral Messi en zo, die verdienen dat niet. Die verdienen niet om zo afgeslacht te worden. En dan opeens zomaar, dan gebeurt dat toch. Dat kan in sport, maar dat, het maakt mij dan toch... Ja, mensen hebben daar dan weer lol in en mensen vinden het dan weer hartstikke leuk. En Barcelona krijgt op zijn kloten. Nee. A, gun ik het Barcelona niet, want hoe vaak hebben we daar niet en nog steeds intens van genoten. En ik gun het ook helemaal Messi niet, want hoe vaak hebben we daar niet met de bek wagenwijd open voor de tv gezeten. Ja. En het allerergste eigenlijk nog is aan de avond, is dat ik totaal niet, maar dan ook totaal niet, voor Bayern München ben. Ja, dat weet ik wel, er komen natuurlijk nu allemaal mensen in opstand, ja, maar geweldige ploegen, dit en dat, en allemaal fanclubs in Nederland voor Bayern München, en die gaan dan ook allemaal steeds kijken en noem het, hey, geweldig, gefeliciteerd. Ik ben niet voor Bayern München. En daar ben ik mee gestopt op 7 november 1978. Ja, toen was ik helemaal klaar met Bayern München. Want dat was de avond en de dag van de afscheidswedstrijd van Johan Cruijff. Ja, dat was die avond. Ja, en Bayern München was uitgenodigd om daar een feestwedstrijd van te maken. Dat het een mooi afscheid zou worden. Maar Bayern München die had daar geen trek in. Nee, want Bayern was een beetje geïrriteerd door de ontvangst in Amsterdam. Hadden niet helemaal het hotel wat ze wilden. Er werd af en toe iets anti-Duits geroepen op de tribune. En Bayern München dacht, we krijgen ze wel. En die gingen me daar tekeer. En die gingen me daar los. En die wonnen die wedstrijd met 8-0 en de hele avond verziekt door Bayern München. En sindsdien heb ik besloten nooit meer iets te supporten voor Bayern München. Nee. En nu, vanavond, toen dit gebeurde, ja, natuurlijk was ik heel erg voor Barcelona en zeer tegen Bayern München. Maar goed, ja, het is nou één keer gebeurd. En het allerdroevigste aan dit alles is, dat zou dit dan een soort einde moeten zijn van Messi? Moet dat dan op zo'n manier aflopen? Nee toch, en dat hoop ik niet. En dat is het. Dat maakt mij nou zo verschrikkelijk verdrietig.